Goedemorgen, ik ben Michelle van Morsel. Ik ben onderweg naar een basisschool waar ik de les rots en water geef. Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor kinderen, dat ze leren hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Ze leren zich bewust worden van hun lichaamstaal, van hun houding en ik wil ze heel graag in hun eigen kracht laten staan. Goed zo, kijk, rots alleen is dit. Voelt het lekker? Nee. Oh, ik kan het niet. Heel goed, het voelt zwaar. Dat kun je niet de hele dag volhouden, dus je hebt een beetje water nodig. Een beetje rots. Als ik alleen bij water ben, ik heb geen eigen mening, ik weet niet wat ik wil. Ik volg jou maar. Je bent prachtig, maar blijf ook rustig ademhalen. Ik ben Trudy van Eck en bij ons op school krijgen de kinderen 10 weken lang lessen rots en water. Het belangrijkste wat wij de kinderen hebben geleerd is dat ze zelf ook rots zijn, maar dat ze zelf ook water zijn. En het waardevolle daarvan is dat ze dus leren hoe ze in het leven staan en wanneer ze welke kwaliteiten kunnen inzetten. Vandaag is eigenlijk wel de grootste challenge van de cursus, want vandaag leren ze door een rij te lopen van schreeuwende, pestende kinderen. Maar de bedoeling is dat het hun niks doet, dat ze in hun eigen kracht blijven te staan en met een trots gezicht gewoon er langs lopen. Oké, dus Michael, luister, jij bent gefocust op mij. Dit allemaal doet jou niks, oké? Afgesproken? Go! Die mensen in de rijen die mochten dan schreeuwen en schelden tegen je. Dan moest je proberen om rustig te blijven. Soms spreken we dingen niet uit, maar het is wel heel belangrijk. Soms kan het zijn dat je wordt uitgescholden op straat. En dan weet je meestal niet wat je moet doen, behalve terug uitschelden. Gelukkig hebben we deze les gehad, want hier leer je voor elkaar opkomen.